Een buitenring van 26 kilometer bouw je natuurlijk niet zomaar. Voordat er ook maar één schop de grond in gaat, is er al veel werk verzet. We gaan kijken bij het allereerste begin van een stukje buitenring en dat is achter de computer. We zijn hier eerst op de Hamstraat in Kerkrade, die wordt omgebouwd tot buitenring. De Hamstraat hier in Kerkrade is een grote klus komend jaar. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Het is inderdaad een grote klus. We gaan medio dit jaar de Hamstraat afsluiten en ombouwen tot buitenring. De Hamstraat die loopt hiervoor. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, gaan we eerst de parallelweg bouwen. En die parallelweg daar staan we nu op de contouren. En die parallelweg is noodzakelijk om straks de wijk Gracht, bedrijventerrein Willem-Sofia, maar ook meneer de Groene Vlei, die kunnen ontsluiten op het moment dat de Hamstraat afgesloten wordt. Hoe gaan jullie dat aanpakken? De nieuwe parallelweg gaan we in twee fases bouwen. Ja. Ik heb ervoor een tekening meegenomen om het toe te lichten. Voor de eerste fase hebben we nu al de oude Hamstraat afgesloten tussen Beitel en Locht. En volgt over enkele weken nog een afsluiting van de Kalbertsweg. Die Kalbertsweg moet namelijk losgekoppeld worden van de bestaande Hamstraat en aangesloten worden op de nieuwe parallelweg. Op het moment dat dat allemaal klaar is, dan wordt de nieuwe parallelweg opengesteld tot en met de Kalbertsweg. En volgt een afsluiting van de Grachterstraat en uiteindelijk een weekendafsluiting van de Steenbergstraat. Als de Hamstraat eenmaal is omgebouwd tot buitenring, blijft deze parallelweg dan liggen? De parallelweg blijft inderdaad als alles klaar is liggen. Want die dient op dat moment als ontsluitingsweg voor de wijk Gracht en het bedrijventerrein Willem-Sofia op het moment dat ze naar Kerkrade, de buitenring of de buitel willen. Bart, voordat een weg wordt aangelegd moet die eerst worden ontworpen. Hoe doen jullie dat? Ja, dat klopt. Daar gaan heel wat stappen aan vooraf. We beginnen eigenlijk eerst globaal. Hè? Zoals je hier kunt zien, met gewoon een dikke streep eigenlijk in het landschap gaan we kijken van waar kunnen we die weg het beste inpassen. Op het moment dat we dat gedaan hebben, hè, dan gaan we meer in detail de weg uitwerken. De buitenring wordt een weg waar je 100 kilometer moet kunnen rijden. Dat betekent ook dat we bepaalde ruime bochten moeten maken die niet te krap zijn, want dat zou niet veilig zijn. We moeten ook rekening houden met de breedte van de weg. Wij hebben twee rijbanen met twee rijstroken. We willen nog het liefst vrije bermen hebben waar geen obstakels in staan. Dus dat zijn allemaal elementen die we met name in dit soort tekeningen verder uitwerken, zodat we precies weten wat het ruimtebeslag ook van de weg dadelijk gaat worden. De buitenring ligt in een nogal heuvelachtig gebied. Is dat nog iets waar jullie voor speciale uitdagingen komen te staan? Ja, dat is wel iets om speciaal rekening mee te houden. Dus we kunnen niet volstaan met dit soort plaatjes. En we gaan eigenlijk de hele buitenring in een driedimensionale model uitwerken zoals je hier kunt zien. Dat is natuurlijk belangrijk omdat we de weg niet te steil omhoog willen laten lopen bij heuvels. Dan verliest bijvoorbeeld het vrachtverkeer te veel snelheid. Dat is niet veilig. Dus we gaan op veel plaatsen insnijden en op sommige plaatsen waar we door een dal heen gaan, dan gaan we de weg ophogen. Zodat we toch een beetje vloeiend verloop van de weg krijgen. En deze weg, is die al klaar? Ja, wat je hier op de computer ziet, dat is al klaar. Dat hebben we al uitgevoerd. En misschien vind je het leuk om buiten te gaan kijken daar. Kijk, en hier kun je dan het resultaat zien. Ja, inderdaad. Goh. Die 3D-tekeningen, kan een aannemer daar nou meteen mee aan de slag? Op zich wel. Natuurlijk moeten we eerst terreinbouw rijp maken. En als er kamersleidingen zijn, dan moeten we die nog verleggen. En dan kan de aannemer daarmee aan de slag. En het voordeel van dat 3D-model wat we dan hebben, is dat daar eigenlijk alle coördinaten in zitten. En dat de machines buiten en de bestuurders ervan met behulp van GPS eigenlijk gestuurd vanuit het model hier het grondwerk kunnen verrichten. Dit was het weer. Wilt u meer weten over de buitenring of specifiek over de afsluiting van de Hamstraat? Kijkt u dan op onze website. Ik zie u weer over 2 weken.